Ik ging naar de lotgenotengroep voor mijn broertje en zusje, omdat ik dacht dat het goed voor hun zou zijn. Maar later bleek het veel meer voor mij te hebben gedaan dan ik had verwacht. Ik ben Inge, ik ben een student en ik zorg al een paar jaar voor mijn moeder. Mijn moeder heeft een bipolaire stoornis. Het is een zorg voor mij dat mijn moeder dat heeft, omdat vooral de sombere periodes vaak langere tijd kunnen duren en juist alleen maar bergafwaarts kunnen gaan. Hoi mam, waar ben je nu? De zorg van mijn moeder bestaat uit constant opletten of ze wel genoeg eet, genoeg slaapt of juist niet te veel slaapt. Haar dagritme wel op zich klopt en voor de rest in het gezin een beetje draaiend houdt. Ja, ik zie je vanmiddag. Hoi. Toen ik wist dat mijn moeder werd opgenomen, ben ik meteen naar mijn mentrix gegaan. Zij heeft me doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon en via haar ben ik bij een groep terechtgekomen met andere jonge mantelzorgers. En ik ging naar die groep en toen bleek er een meisje te zijn dat bij mij in de straat woonde met een redelijk vergelijkbare situatie. Waardoor we heel makkelijk konden praten en als er wat was heel makkelijk naar elkaar toe konden gaan. Voor mij was die groep heel belangrijk. Het idee van dat je niet alleen bent, dat er anderen zijn met dezelfde soort situatie die je hier begrijpen. Dat vond ik het fijnste. Nou ja, het zorgen is allemaal heel erg ingewikkeld met alles wat er thuis gaande is. En ook met mijn broertje en zusje. Maar het belangrijkste is toch echt wel om je zorgen te delen. Want dan kunnen mensen je helpen of gewoon begrijpen waarom je iets wel of niet doet.